Ik zie het aan je, je bent nieuwsgierig naar de S24 Plus. En dat weet ik, want je hebt op deze video geklikt. Dan gaat hij automatisch spelen en hij gaat magisch over de Samsung Galaxy S24 Plus. Je hebt hem in 3 configuraties. Je hebt deze Plus versie, je hebt de S24 en ook nog eens een keer de Ultra. Waarbij de S24 goedkoopst is. Deze in het midden en de Ultra heel erg duur. En ik heb de afgelopen 1,5 week, Mol. Ik ben heel benieuwd. Heb ik hiermee zitten pielen. En ik ga je nu vertellen wat ik ervan vind. Nou, als ik er zo naar kijk, dan zie ik eigenlijk dat hij er best wel hetzelfde uitziet als de S23. Wat is er eigenlijk nieuw aan? Ja, never change a winning team, zou je zeggen. Qua design zijn de telefoons natuurlijk sowieso een beetje uitgeëvalueerd. Daar kan er nog meer aan veranderen. Ze doen natuurlijk leuke dingen met die klaptelefoon die weer helemaal terugkomt. Maar de meeste mensen hebben toch nog wel zo'n standaard smartphone. Ik heb hier de iPhone 15 ter vergelijking. Weet je, je zou snel kunnen zeggen van, hé, dat is gewoon een iPhone. Klopt, maar dat is gewoon hoe telefoons er tegenwoordig uitzien. Wat ze wel hebben aangepast aan het uiterlijk van deze telefoon. De bezels van het scherm zijn nog iets dunner geworden. Dus je hebt nu nog meer het gevoel dat je gewoon 1 groot scherm in je hand hebt. Voor de rest, ja, never change a winning team. Het design was gewoon goed en deze ziet er ook gewoon weer strak uit. Het is een mooie telefoon om te zien natuurlijk. Ja, ik denk dat die platte randen vooral heel vaak doen denken, want die zijn wel nieuw, geloof ik, de platte randen. Ja, heel veel mensen zullen denken, hé, dat lijkt op een iPhone, zoals je al zei. Maar ja, hè, als het werkt en als het mooi is en als het fijn in de hand voelt, waarom niet? Ja, zeker. Maar het belangrijkste veranderingen aan de binnenkant is denk ik toch wel de chipset. Op de Ultra zit ze gewoon lekker niks op die Snapdragon. En afgelopen jaar op de S23 zaten natuurlijk alle modelletjes op die Snapdragon, de tweede generatie. Alleen, nu zijn ze weer teruggegaan naar die Equinox chip die Samsung zelf maakt. Ja, de Exynos inderdaad. Ja, inderdaad. Daar zijn veel mensen niet heel erg blij mee, want er ervaringen in het verleden daarmee waren niet al te best. En ik heb er nu 1,5 week mee mogen spelen. En dit is de 2400 versie die erin zit. Dus de nieuwste variant. En ja, het is niks om je zorgen over te maken. Nee, de batterijduur is bijvoorbeeld... Die is subliem. Oké. Is echt heel goed. Het gaat gewoon de hele dag mee. Ja, dik 13 uur. Dus, kijk aan. Ja, daar kan je niks van zeggen. Nee, het is heel erg netjes. Dus hij is, voor wat ik heb gemerkt, qua gaming natuurlijk, het is geen Snapdragon. Maar het is goed genoeg. En ja, stel jezelf ook de vraag, hoe vaak ben je nou non-stop aan het gamen op je smartphone? Af en toe doe je even een potje tussendoor. Maar je bent vooral aan het social media. Je bent foto's aan het maken. Je bent aan het browsen. Dat soort dingen ben je aan het doen. En dat trekt deze chipset die hierin zit makkelijk. Ja, je gaat het minimale verschil, als het überhaupt is, waarschijnlijk toch niet merken. Ja, dus qua hardware is het echt goed. Maar jij zat ook te kijken naar deze S24 en de S24 Plus. Alleen jouw grote vraagtekens zaten bij die. En deze zit dus een Exynos processor. En voorheen betekende dat dat hij iets minder snel was. En vooral de batterijduur, daar merkten de meeste mensen een verschil op. Ik schrok er ook van aanvankelijk toen ik zag dat deze weer een Exynos processor heeft. Maar achteraf bleek dat Samsung met deze nieuwe Exynos processor de Snapdragon aardig heeft ingehaald. Dus misschien was mijn schrik achteraf niet zo heel erg nodig. En begin ik toch wel weer deze telefoon te overwegen. Dus dat is de hardware. De belangrijkste vernieuwing zit denk ik in de software. En denk ook wel belangrijk om te melden is dat je 7 jaar lang support krijgt aan de hand van de updates van Android. Maar ook beveiligingsupdates. Dus dat is wel heel erg fijn. Dan zit je sowieso 7 jaar garant. Maar wat ze nu hebben gedaan, omdat ze hardware technisch niet zo heel veel hebben gewijzigd. Ook de camera's is eigenlijk zo goed als niks aan veranderd. Is gewoon goed zoals het was. Maar het zit vooral in de software. En ze noemen dat zelf Galaxy AI. En ze hebben daarvoor zelfs een hele logo veranderd. Ze hebben een extra sterretje erbij gezet. En dat is best wel opvallend. Want Samsung betekent letterlijk 3 sterren. Nu hebben ze dus 4. Oh, ja. Meer sterren. Ja, dus misschien moeten ze nou de naam Samsung gaan veranderen. Anyway, ze zetten dus vol in op AI. En al die tools zijn nu al beschikbaar. Die zou je ook op deze telefoons kunnen gebruiken. Maar daarvoor heb je allemaal losse apps of losse programma's nodig. Of losse browsers waar je naartoe moet gaan. Maar nu zit het dus, het meeste zit gewoon on-device. En dat is fijn. Maar ik denk 3/4 van die tools, die zijn nu nog niet beschikbaar in het Nederlands. Alleen maar in het Engels en andere talen. Die worden nog wel verder uitgerold. Alleen, er gaan verhalen rond dat vanaf 2025 Samsung ook wil dat je ervoor gaat betalen om gebruik te kunnen maken van die tools.
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje schrikken dat je misschien moet gaan betalen voor features, maar je ziet het steeds vaker. Ik bedoel, je kan ChatGPT-4 moet je voor betalen, maar je hebt ook in auto's, hadden we net nog over, dat je voor stoelverwarming tegenwoordig een abonnement moet aansluiten. Ja. Dus erg verrassend is het niet, maar fijn is een ander verhaal. Ja. Maar welke van die AI-tools zijn nou precies wel beschikbaar op het moment? Nou, je hebt nu bijvoorbeeld eigenlijk een soort van uitgebreide versie van Google Lens. Een tool die we al jarenlang gebruiken, alleen om die te moeten gebruiken of te kunnen gebruiken, moet je nu via die app meerdere stappen nemen. En dat zit dus nu on-device. Bijvoorbeeld als je via je camera, als je die ergens op richt. Ik kan bijvoorbeeld de camera erbij pakken en die even op Enno richten. En dan neem ik een foto en dan denk ik van, hey, wat is dat voor leuke camera? Mooi shirt. Mooi shirt bijvoorbeeld. Dan hou je deze homeknop even ingedrukt. Dan pakt hij dus je hele scherm. Je hoeft dus niet meer de Google Lens app in te gaan. Dan ga je, zet je een cirkeltje om Enno en dan gaat hij zoeken. En dan krijg je meteen, wow, dat is, ja, zie je, hij pakt meteen de trui van Enno. Pakt hij meteen van, hey, die is leuk, die kan je ook meteen kopen. En je kan je zeggen, ja, daarvoor heb ik Google Lens, dat klopt. Alleen het zit dus nu on-device, dus ik kan nu ook naar Netflix gaan. Homeknop ingedrukt houden, ik zie daar een mooi tafeltje staan, zeker eromheen, hij zoekt het voor je op. YouTube, alles wat er op je device gebeurt, kan je meteen pakken. Dat is handig. Heel mooi dat Circle to Search, maar dat is natuurlijk in samenwerking met Google. Komt er dan ook naar andere Google-apparaten of Android-apparaten? We hebben hier de Pixel 8 Pro. Dat is natuurlijk een smartphone van Google. En moet even goed drukken hoor. Ja, daar komt hij. Oh. Cirkeltje eromheen. En doet letterlijk hetzelfde. Oh, hij kan het al. Ja. Nou. Dus dat valt wel een beetje de unieke feature weg. Ja, wat dat gaat gebeuren natuurlijk. In de komende maanden, jaren gaat elk smartphone-merk gaat dit doen. En weet je, zij zijn nu de eerste in samenwerking met Google. En als je kijkt naar de Nederlandse markt, volgens mij is hun aandeel in Nederland is zo goed als dit. Ja. En in Nederland is het vooral iPhones en Samsung. Dus ik snap dat ze er nu groot op gaan inzetten. Maar ja, natuurlijk kan het ook op andere devices. Het blijft software. Wat ik zelf de meest chille functie vind, alleen daar is de Nederlandse taal nog niet van beschikbaar, is wij doen veel meetings. Ja. En er wordt veel meer besproken. Wat je deze zou deze neer kunnen leggen. En die transcribeert dan live jouw vergadering. En dan zegt hij ook, die persoon dat zegt, die persoon dat zegt, die persoon dat zegt. Kan hij voor je samenvatten. En dat kan hij dan ook kan je weer mailen naar alles en iedereen. Dus hoef je nooit meer mee te typen om notities te maken. Alleen, het is nog niet in het Nederlands. En dat soort tools, dat wil ik gewoon, dat wil ik hebben. Gaat er nog aankomen, beloven ze. Maar het is nu nog niet beschikbaar. Dus voor mij nu de meest interessante functie is die cirkeltje trekken. Dat is leuk. Ik gebruik het regelmatig. Want nu je het gewoon binnen handbereik hebt, ga je het ook steeds vaker gebruiken. En dat is best wel dope. Oké. Okay. Er zitten ook nog AI-functies in de galerij met het foto-editen, had ik begrepen. Ja, maar dat zijn allemaal dingen. Weet je, je hebt het allemaal een keer geprobeerd. Je gaat het één keer doen en dat is grappig. Maar je ziet nog steeds van, oké, het is AI aangevuld. Dus je kan bijvoorbeeld, als je een foto iets scheef hebt gemaakt, kan je hem recht trekken en dan gaat hij de omgeving er zelf bij genereren. Oh ja. Schijnig, maar je kan ook gewoon een beetje je foto kroppen. Ja, komt op hetzelfde zin. Ja. Dus dat, weet je, het is een fijne upgrade van de S23. Niet schokkend. Dus als je nu een S23 hebt en je wil overstappen van, moet je het doen dan? De grootste vernieuwing is nu die AI-laag die er overheen ligt. Heb ik zoiets van, het hoeft nog niet. Nee. Maar kom je van de S20, S21 en je wil op Samsung Galaxy blijven, dan is dit zeker weten interessant. Qua prijzen, we hebben hier dus de Plus-versie. Die is beschikbaar vanaf €1150. Wil je helemaal losgaan, dan kan je naar die Ultra-versie. Die is ook wel heel erg chill. Die heb ik heel even kunnen proberen, even kunnen testen. En dat is echt wel een heel knap toestel. Klap duurder ook wel. En voor je basisgebruik, de standaard user, is dit denk ik gewoon meer dan genoeg. En dan heb je echt een hele mooie smartphone die nog jarenlang wordt ondersteund. Ja, 7 jaar. Hartstikke dik. Hartstikke dik. Nou, Martin, zou je deze telefoon uiteindelijk aanraden? De stap van S23 naar deze is minim. Heel erg klein. Waar ze het vooral op gooien is die AI. Dat is schijnig, maar over een half jaartje hebt elk device heeft dat. Jij maakt je grootste zorgen nog steeds om de chipset. Die kan ik wel grotendeels voor je wegnemen. Want wat ik ermee heb gedaan, presteert hij gewoon goed. Batterij gaat lang genoeg mee. Dus de chipset is zeker efficiënter geworden. Dus ik denk dat dit een mooie upgrade is. Het is echt een knappe smartphone om te zien met een mooi fel scherm. En in het dagelijks gebruik echt heel chill.
Het is jammer dat ik zelf een iPhone als daily driver heb. En dat ik helemaal in dat ecosysteem zit. Anders had ik denk ik overgestapt. Ik vind het echt een mooi toestel. Ik vind het een overtuigend verhaal. Misschien moet ik hem toch maar gaan halen. Maar goed, wat je beter kan halen, misschien nog wel, is gewoon een abonnementje op dit kanaal. Dat is namelijk gratis. En gratis is goed. En dat is gewoon die knop hieronder, druk je op, dan zeg je belletje aan. En dan krijg je elke dag, toch Enno? Elke dag zegt hij een gratis video van ons voor jou. Ga jij ze maken? Ja. Nou, hier, there we go.